Hoi, ik ben Saim en vandaag gaan we weer verder met de microbit. Je kunt met de microbit ook berichten versturen van één microbit naar een andere microbit. Om dat te doen heb je twee microbits nodig. Eén microbit en nog een microbit. Je kunt ze allebei om de beurt aansluiten op je computer of je kunt ze ook allebei tegelijk aansluiten. Het makkelijkste is om ze om en om aan te sluiten, één voor één. Je gaat die microbits ook weer programmeren in de browser. Dus je gaat weer naar die website toe waar je die microbits kunt programmeren. Nou, die website heet microbit.org. Ga je weer naar Let's Code, Make Code Editor en dan kun je beginnen. Nou, handigste is om dan weer een nieuw project aan te maken. En we noemen het radio. Want die knoppen die je straks gaat gebruiken, die heten ook radio. En met radio kun je een bericht sturen van één microbit naar een andere. Oké, en die knoppen voor radio, die zitten hier bij radio. En hier staan een heleboel knoppen, die gaan we straks allemaal gebruiken. De eerste die we gaan gebruiken is radio instellen groep. Dit doe je één keer, die doe je bij opstarten. En wat belangrijk is, is dat jij de radio, dus die microbit, instelt op een groep die alleen jij gebruikt. Je hebt straks twee microbits en je gaat een bericht sturen van de ene naar de andere. Dus deze gaat iets zeggen, een bericht sturen en dat verschijnt dan op het schermpje van deze. En om dat te kunnen doen, moeten ze op dezelfde groep zitten. Belangrijk is dat je dus een groep gebruikt die alleen deze twee hebben, want anders... Als iedereen in de klas dezelfde groep zou gebruiken, dan zou jouw berichtje op alle microbits van ieder ander in de klas terechtkomen. Dus je moet, als je met z'n tweeën bent, moet je even samen een nummer afspreken wat alleen jullie twee samen gebruiken. Dat alleen jullie twee op die groep zitten en dat dan degene naast je op een andere groep zit. Je kan hier een groep kiezen en dan zie je al dat de hoogste groep die je kan kiezen is 255. Dus je kunt elk getal van 0 tot 255 kiezen. Het maakt niet uit wat je kiest, als jullie maar met z'n tweeën samen dezelfde hebben en niet dezelfde als alle anderen in de klas. Nou, laten we zeggen, we nemen 39. Het maakt echt niet uit, maar neem iets wat niemand anders heeft. Die hoef je maar één keer in te stellen, die groep. En dan gaan we een bericht versturen. Het handigste is als je dan bijvoorbeeld wanneer knop A wordt ingedrukt gebruikt, zodat als je op knop A drukt, dat er dan een bericht wordt verstuurd. Bij radio heb je hier verschillende knoppen voor verzenden. Je hebt knoppen voor verzenden en knoppen voor ontvangen. We gaan eerst iets verzenden. Je hebt verzendnummer en verzendzin. En dit is heel belangrijk bij programmeren. Er is altijd een verschil of je een getal verstuurt, een nummer, een getal, of een tekst, een zin. En dat zijn twee verschillende soorten variabelen. Je hebt variabelen voor getallen en variabelen voor tekst. De computer maakt daar een heel belangrijk verschil, onderscheid in. We gaan nu een tekst versturen, dus dat is een zin, dus dan gebruik je deze. Verzend zin, nou laten we maar gewoon de zin... Hallo versturen. Hallo. Als ik nu op knop A druk, en je kan het hier testen, knop A, dan wordt die tekst verstuurd. En je ziet al dat hij meteen hier een tweede microbit bijzet. Op het moment dat jij die knop radio gebruikt, gaat hij meteen een tweede microbit erbij zetten om het hier te kunnen testen. Wat je nu moet doen, je moet ook een ontvanger maken. Je kan deze apart laten en alleen op die uploaden, maar je kunt ook dezelfde code bij allebei zetten. Je kunt hier ook meteen de ontvanger maken. Dat doe je hieronder. En dan moet je ook weer heel goed opletten. Bij de ontvanger heb je received number en received string. Nou, is een beetje gek, want hierboven stond nummer en zin. Nou, een nummer is een getal. Een zin is een tekst en dat heet als variabele een string. Dus je kunt een nummer ontvangen of je kunt een tekst ontvangen. Het
Het is heel belangrijk als jij een nummer, een getal, een cijfer verstuurt, dat je dan ook de knop received number gebruikt. Als jij een tekst verstuurt, een zin, dat is een string, dan moet je received string gebruiken. Die kun je hier neerzetten. En daar hoef je geen knop bij te doen. Dit is eigenlijk zelf al zo'n soort beginblokje. Wanneer de radio een string, een tekst ontvangt. Dus dit is wanneer knop A wordt ingedrukt. Dit is wanneer jouw microbit een string ontvangt. En dan willen we graag dat die string te zien is op dit schermpje. Nou, dat doe je bij basis. En dan heb je ook weer twee blokjes. Toon nummer. Daarmee kun je een getal laten zien. En toon tekens. Hier heet het dan weer tekens. Met tekens bedoelen ze ook weer een tekst. Een string. Een zin. Er worden iedere keer andere woorden gebruikt. Belangrijk is dat je weet, de ene is voor getallen, de andere is voor tekst. In dit geval hebben we dus toontekens nodig. Die zet je hier neer, toontekens. En dan, nu staat hier hello. Als die nu iets ontvangt, maakt niet uit wat die ontvangt, dan laat die hello zien. Maar dat willen we niet. We willen niet dat die hello zegt. We willen dat die de tekst laat zien die ik verstuurd heb. Nou, dan kun je heel makkelijk eigenlijk gewoon deze oppakken en hier naartoe slepen. Dit is een variabele, de variabele received string. En die plak je hierin en dan laat hij deze string zien wat hier gestuurd is, wat hij ontvangen heeft. Die komt dan hierin te staan. Nu ben je klaar, dit is alles. Nu moeten we dit gaan downloaden en zorgen dat die op onze twee microbits komt te staan.